Kort. Blijf. Oh! Channel is your girl Gladys, aka Mamana David, okay? Mrs. King, Kilangode, de enige echte. Maar bref, zoals jullie kunnen zien, your girl is pretty again. We have done her hair again, the regluing of my old weave. Y'all know this wig. Wig van mijn verjaardag. En dit is de derde keer dat ik het weer regluid. And guys, it is still perfect. It is still amazing, okay? So go book yourself, okay? Go book yourself an appointment bij Asta. Maya, ik ben klaar nu. Ik zit te denken om even snel naar de Zara te gaan. Ik zag zo'n jurkje, guys. En online is hij uitverkocht. Hij is zo mooi. Ik betwijfel het. Ik betwijfel als het in de winkel is. But I can at least try. I can at least try. Want ik heb morgen een traditionele verloving van mijn nichtje. Dit is echt bloednichtje. Het is de dochter van mijn moeder zusje. We gaan naar Duitsland. So, daarom dacht ik, you know, let me re-glue a wig. Ik heb ook weer een andere haar achtergelaten. Dus over 2 weken ben ik weer hier voor een nieuwe pruik. Dus, maar dat is gewoon een nieuwe pruik om te maken. Zodat ik gewoon een all day, een standaard... Ja, ga ik er. Maar whatever, dat zien we dan wel. So, So, let's do this. En, ja, fijn dat je weer kijkt natuurlijk. Fijn dat je geklikt hebt op mijn video. Ik vind het helemaal fijn dat jullie kijken. Dat jullie ook commenten. En dat jullie ook gewoon meedoen met de secret emoji. En ja. Het is koud, jongens. Nee, even serieus. Even tussendoor. Het is koud. Kijk, ik ben echt van mezelf ben ik een koude kleum. Dus dit weer is totaal niet voor mij bestemd. Echt serieus. We slapen met de verwarming. We worden niet wakker met de verwarming. We slapen wel ergens rond de nacht. Gaat het automatisch uit of wordt het een paar temperatuur lager. Maar guys, ik kan dit niet. Ik kan dit niet. Het wordt ook dit weekend gewoon min 1, min 3, min... Ik wat? Nou, dus ik moet echt even voor een leuke muts gaan kijken. Want ik heb geen mutsen. Ik heb wel sjalen. Handschoenen of wanten. You know, something. Because I cannot. I cannot. Ik denk ook gewoon thermos legging, thermos truien, kooltrui. Weet ik veel wat voor thermos kleding er allemaal bestaan. Gaan we even zoeken. Maar ja, hoe laat is het? Het is onze kennis. Laten we maar eerst even naar Zara gaan. Ik ben hier in Den Haag. Dus ik ga even kijken als ik bij deze Zara kan in Den Haag. Ondanks dat parkeren in Den Haag ook zo vreselijk is. Weet je, elke stad is zo vreselijk met parkeren. Niet normaal. Oh ja, vanavond gaan we lekker naar de bios. Met Naomi en Irene. Dus ik neem jullie ook gewoon lekker mee. Gewoon weer zo'n meidenavond. Als het goed is. Want ja, Naomi moest een restaurant regelen. Dus ik ben benieuwd. Anders gaan we gewoon eindigen bij FC Kip van Jodino in Rotterdam. Maar ja, daarna zouden we nog wat eten, dus ik zie het wel. Maar we gaan eerst naar de film. Zo'n Nederlandse film. Ik weet niet eens hoe het heet, maar we gaan daar gewoon naartoe. Want er zijn geen films meer in de bios. En we wilden toch wel nog een meidenavond houden. Toch wel 2 activiteiten, dat is wel altijd leuk. En dat was de enige film dat ik denk van hier wil ik nog... Oh ja, bios is gewoon €12 geworden. Guys, €12 voor een ticket. Nou, ik kan me nog herinneren, een paar jaar geleden was het echt geen €12. Maar ja, ik dacht zo, €12. Damn, that's expensive. Nee, ik vind dat duur hoor. Ik denk een paar jaar geleden was het nog tientje of zo. Ik weet het niet eens meer. Maar €12, toen ik zag 12, ik dacht, hè, is dat omdat het vrijdag is? Of? Maar ja, bref, let's go. Nou, kom moeder bij Tron. Ik ga even de tomtom zetten. En there you go. In Zambi. Nananzala. Nananzala. Ik heb honger. Tom.
En voor Zara. 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 Even kijken. Ja, dit is echt in de stad. Het is echt in de stad. Ik ben echt benieuwd hoe ik ga parkeren. Het is echt in de stad. Maar het is 19 minuten. Voor wat? Voor wat 19 minuten? Oh! Laat me naar Rotterdam gaan. Nee, we gaan naar Rotterdam. Rotterdam heeft toch die nieuwe Zara? Let's go, let's go. Ik ben daar toch nog niet geweest. Dat is toch in de Kuna. Die nieuwe Zara in Rotterdam. Nou, ik ben benieuwd. Grootste Zara van de wereld. That is a lie. That is a lie. That is a lie. Ik geloof het niet, maar bon, let's go. En het heeft daar ook een coffeeshop, hoorde ik. En alles en zo. Bon, toch in experimenteel een beetje omhoog naar, hè? Oké. Nou, ik ben bij de Zara. Ik heb even een paar jurken gepakt. De ene jurk die ik wilde was er niet helemaal uitverkocht, maar maakt niet uit. We gaan even deze vier passen. En just look how fit, guys. Oh mijn god, deze Zara is kapot groot. Oh, yo. Look at the lights. Look at the details. Oké, that's fit. Kijk, dit is zwaar uit mijn comfortzone, maar dit is weer een van de redenen dat ik geen fan ben van kleur. Want als dit in het zwart was, oh mijn god, dat voelde ik gewoon helemaal kanon. Ik begrijp heel deze model niet, guys. Erin komen is sowieso een hele struggle. Ik begrijp het niet. Vooral hier, it's not giving. Zie je dat? Moet het nou zo? Is het een off-shoulder model? Ja, ja. Dat is allemaal dezacht. So, definitely. Daarom, guys, als ik jullie zeg black. Hey, zwart blijft gewoon een ding. Look at this dress. Hier is het snatched jou gelijk. En ik heb hem niet eens dicht, hè, want ik heb niemand om me te helpen, maar, hè, om mijn rits te zippen. But guys. Dress. It is giving. Ik vind dit ook gewoon heel erg mooi. Die soort van, nou niet echt draping, maar die, ik weet niet hoe dit noem. Maar, ik ga denk ik wel nog een maat groter halen. Want de rit is nog niet dicht en hij zit strak. Dit is een L denk ik, dus ik ga een XL halen. Maar dit is nice, gewoon een basic black dress. Je kan dan, maakt niet uit wat hakjes eronder kan, opvallend, niet opvallend. En it's just giving classic, you know, first lady things, you know, madame, première dame. Dames, ik ben dan, daarom zeg je die black. Je kan nooit misgaan met zwarte jurkjes. En ik heb heel veel zwarte jurkjes en het is nooit genoeg. Nou guys, dit is echt een basic jurkje. Dit is echt zo'n basic, ja. Het is die velour stof. Dus nadelig van deze stof is, want ik heb ook een bank in deze stof, is het trekt veel stof aan. Dus het is aan jou. Rood kan nog, maar als je die zwarte gaat aandoen, ze zien alle stof op je. Maar hij is wel nice. Hij is gewoon, ja, simpel. Ik heb echt niks over te zeggen eigenlijk. Dit is een kleinere maat. Ik ga even die passen, die zwarte. Maar het is heel stretchy. Dus ja, kan alle kanten op eigenlijk een beetje. Ja. Ik vind het niet echt wauw. Het steekt niet echt. De kleur steekt wel uit omdat het rood is. Maar dat ik echt denk wauw. En ja. Je moet hier ook maar van houden dat je armen uit zijn. Dat is het ook. Dus even verder kijken. Je merkt gelijk het verschil. Black. Dit is de zwarte variant van deze rode jurk. En ja, kijk, dit is toch gewoon giving black dress.
guys, if people ask me how is motherhood, wifehood, whatever. Tired. That's the only word that I can explain to you. Tired. Ik ben moe. Ik ben aan het rijden, maar dat gebeurt vaak bij mij als ik aan het rijden ben. Ik val gewoon in slaap. I'm tired, guys. Maar anyway, naast mijn jurk heb ik nog 2 geurtjes gehaald. Tuurlijk. Hoe vertrek je? Hoe verlaat je Zara zonder geurtje, zonder parfum? Ik heb al een Red Temptation. But this one, I don't know. Want ik weet niet welke versie ik heb. Want Red Zara Temptation heeft verschillende. Ze hebben winter variant. Weet ik veel, zomer variant, whatever. But this one... Wacht, ik kan gewoon die fles openmaken. Nee, wacht, ik wil eerst een foto maken. Ik kan een foto. Yes, review. Oké. Okay. Ja. Want weet je wat het is met die Red Temptation? Oh, oké. Okay. Of is deze die ik al heb? Oeh, nee, deze heb ik nog niet. Zie die flesje? Aan de onderkant is het lekker rond. Maar hij ruikt zo... You better get this one. You better get this one. Ja, want er was een andere. Er was ook een Red Temptation Winter. Maar die vond ik niks. Maar deze... is giving. En toen zag ik deze. Rook ik deze. Starlight Vanilla. Zelfs nu. Nog steeds. Is die geur er, hè? Oeh, this one. Mama botangai. Yoka. Deze ruikt lekker. Ruikt zo lekker. Vraag me niet naar wat het ruikt. Ik ben geen expert in die parfumwereld. Oké, okay? We komen daar beetje bij beetje. Tot z'n mama bij parfum beetje bij beetje. Ik had laatst die Kawali. Ik denk dat ik hem even hier ga zetten. Vanille had ik gehaald. You know, I'm trying. Eh, TikTok. Ik zag laatst een vrouw op TikTok. She had like a whole wall. I was like, eh. Ik heb maar de bovenste laagje van mijn karretje. Ik zag, nou, ik ben er nog niet. En mijn bovenste karretje is niet, nog niet eens vol. Ik dacht, eh, wat ben je nou? Parfum. Eh. Mossi parfum. Eh. Mossi toko. Mon poliki, mon moet wel. Ja, ja. Welke parfum heb jij op? Eh. Is dat bien? Eh. Maar dit is zo die all day parfum. Puur omdat het gewoon van Zara is. En vaak kan je eentje mixen. Nou, mooi, ja. Nee, niet eens, hè. Ja, Grif. Die de parfum zit toch van mij. Bij Yves Saint Laurent. Bij Dior. Bij Chanel. Die merken die daar thuis zijn. Jean-Paul Gaultier. Ja, ik heb wel een paar, hoor. Ik ben er nog niet. Weet ook, kom maar. Toch, kom maar. Malim. Weet je, maar dit zijn echt gewoon die... alledaags. Weet je gaat naar de winkel, je gaat naar werk, je gaat naar school, noem maar op. Genfie. Jonge dame. Haal je parfum. Kijk, die kleintjes. In mijn koesa. Het zijn 12,95. En dit is 30 milliliter. Deze 50 milliliter, dit is 30 euro. Lieve schat, je hoeft niet per se een merk parfum te hebben tegenwoordig, want dit zijn allemaal dupes van, hè. Bijna hetzelfde als de dure merk. Maar, you know, het is presentabel. Het is, you know, voor jou die nog niet een hele huge inkomen hebt en zo. Haal dit, dan ruik je lekker. Nee, het is echt important hoor, voor de jonge dames, vind ik hoor. Jonge dames, kan dat jonge dames, Timmy? Dat is nou lopen. Ik wil dingen zeggen. Niet alleen voor de jonge dames, gewoon voor iedereen, weet je. Het is gewoon lekker fris om heerlijk te ruiken. Oké, okay, so go get yours. Et on salue bien. Oké, okay. Moi parfait. Moi celui qui toco. Moi propre. Bref. Ik dacht, ik laat jullie hier alvast zien. Want wanneer ik naar binnen ga, guys, ik ga slapen. I'm so tired. Laat me vast nu gaan slapen. Oh ja, Mona, straks zijn we daar in de bioscoop. Ah. Ik ga zomaar lopen slapen. Dat vind ik hartstikke zonde. Ik ben echt moe. Iemand vroeg mij, how is motherhood? You know, motherhood heeft zijn voor- en nadelen. Weet je wel? Zijn voordelen is like, you know, you're being called a mother. The love, the experience, the waardering. And a lot of things, weet je wel?
En ik noem het niet echt een nadeel, want daar is niks nadelig aan om moeder te zijn. Maar het is exhausted. Het is wel vermoeiend, als ik eerlijk mag zijn, weet je. Komt heel veel op je schouder, weet je. Ook al ben je getrouwd, tot je niet pijn, tot zonder pijn. Wat mijn moeder ook altijd zegt, mama, we maken chargeurs op een of andere manier. Ook al wil je niet, hoe je het ook verdeelt. Mama kan me maken. A lot, you know, so. En ik voel dat soms wel hoor. Dat ik echt denk van, oh, I'm tired. I'm tired. Net als nu, wat ik heel graag zou willen. Gewoon echt, waar ik naar snak. Is gewoon een hotelletje reserveren. Een hotelletje reserveren. Vanaf vrijdag, gewoon vanaf vrijdag tot zondag. Gewoon room service, eten en drinken. Een masseur die op locatie komt, die mij helemaal masseert. Een jacuzzi in de hotelkamer. Netflixen. Gewoon een groot bed. En just sleeping. Okay? That's all I need, guys. That's all I need. I don't even need a lot. Like, I don't need rings. I don't need armband, horloge. I just need that. That is just so relaxing for me. I'm telling you. En ook gewoon een spa, zeg maar, in die hotel. Dus dat ik even naar de spa kan gaan. Lekker hammam. Je weet toch? Hey, ik had nog een ticket, hè. Ik had nog een ticket van spa. Ik ga hem even zoeken, man. Ik moet dat echt gewoon lekker aan een wellnessdagje. Hey, vooral massage. Oeh. Maar ja. Motherhood is blessed. I'm really gonna tell you that. I'm really gonna tell you that. Maar ja, met alles in het leven is leuk. En minder leuke kanten. But, you know, I love to be a mother. Mother of many. So, shout out naar jou, mama. We kunnen dit, okay? Er zijn soms momenten dat we denken, nou weet je wat, oh my god, was ik maar weer jong Gladys. Maar nee, weet je, I'm so grateful, I'm so privileged, I'm so honored to be called a mother, a wife, a sister, etc, etc, a colleague, etc, etc. Because it is not giving to anyone, you know, and I really appreciate it, I really honor it, God. So, Sima. Reconnaissance. Ja jongens, ik ga echt elke taal spreken. Want soms moet ik zo lang nadenken over bijvoorbeeld reconnaissance in het Engels. Ik ben het even kwijt. Dus dan zeg ik maar een andere taal. Het is gewoon dankbaarheid. Dus ja. Eh, naar Louis P. Billy. Doei. Ik heb veel gesproken. Doei. Nou, tot vanavond jongens. Gaan we lekker naar de bios, ja? Daar ga ik ook niet eens veel praten. Dat wordt gewoon... Dat is toch die meisje. Bon. Tore kana. Nalera talatina ngala lingaye. Hey guys. Ik heb helaas geen dutje kunnen doen. Want je weet dat je ligt op bed met je telefoon. Tik-tak. En voor je het weet, half uur later, je bent hier. Maar anyway, ik heb een oversized trui van de Zara. Van de mannenafdeling. Is van mijn man. Maar is het zo lekker. Ik heb gewoon die legging die ik vanochtend ook aan had. Dus de legging van Primark. Ik heb even mijn wenkbrauwen even snel getekend. Ik dacht ja, wel dat lijkt alsof ik nog levend ben. Ik moet echt een andere tas gaan vinden van de Zara. Gewoon deze kleine Zara tasje. En ik ga nog een Zara jas aan doen. So, yeah, let's go. Naar de bios. Chips!
Wat mag je er twee nemen? Meer weten? Zoek online naar Shell. Hey guys, ik ben alweer thuis aangekomen van mijn sister date. En guys, it was leuk, het was gezellig. You know, we all need that. We all need that moment where a sister, you know, just be you, weet je. Daarom vond ik deze film dat we gaan kijken, hoe heet het ook weer? Even kijken hoor, even op mijn wallet kijken. Hoe heette die film? Die film heette, even kijken. Alles is nog steeds zo als het zou moeten zijn. Maar anyway, het gaat dus over een dame die een nieuwe vent heeft natuurlijk. Ze krijgt een kind en alles en zo. Maar ze neemt nog heel veel dingen van haar vorige relatie. In haar vorige relatie is echt alles zelf, weet je. Want op een gegeven moment, die man ging vreemd en ze moest gewoon alles alleen doen met het kind. En dat nam ze dus ook gewoon mee in haar nieuwe relatie, zonder te weten dat je over dingen moet praten, weet je. En zij is niet van het praten, zij is gewoon van, hou je gevoelens opgekrompen, weet je wel, deel het niet en we gaan gewoon verder met het leven. Maar op een gegeven moment werd het zo, en die fans ook van die nieuwe fan van haar was van, we moeten praten, weet je wel. Dus dan zoeken we iemand, een therapeut of iets of zo, dat we gaan praten. Dus ik vond het wel gewoon, ik vond het eigenlijk wel een mooie film. We waren echt zo van, weet je, er is geen film in de bios en dit lijkt soort van leuk, let's just go, weet je. We zijn niet echt van de Nederlandse films, maar dus het voelt toch wel het viel toch wel goed in smaak. Het was wel een leuk film. En het eten. Nou, kijk, we zouden eerst naar Dino's gaan. En Dino's is gewoon, je kan niet reserveren. Het is gewoon, loop naar binnen, kijk als er plek is. Nou, toen wij gingen, stonden er al 3, 4, 5 koppels buiten. En we waren van, ja, dag, het is -1 graden hier zo. We gaan niet buiten staan. Dus toen liepen we verder. Toen kwamen we bij Square 47. Ik dacht, oké, tent ziet er goed uit. Er was plek voor 3, et cetera, et cetera, et cetera. Ik zeg eerlijk, voor de service, voor de gastvrijheid en van de obers en alles. Ik zou echt die surdies geven. Ze doen de deur voor je open, ze pakken je jas. Ze zijn gewoon, ik kom de hele tijd vragen, wat wilt u? Smaakt het? Na, 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 na. Aan het einde werd zelfs de deur voor ons geopend naar de uitgang. En je weet je wel, top. Het eten. Ik ga daar in ieder geval niet meer terug. Want 1, ik vond het weinig. Ja, smaak was niet echt wauw. Patat heb ik bijna echt, denk ik, maar een paar hapjes gegeten. Ik vond het niet echt, ik vond het niet krokant, weet je wel. Het was een beetje, ja, debbe debbe. Cola vond ik geweldig. Cola is altijd goed. En ja, dat beetje toast dat we aan het begin kregen, vond ik echt zoutig. Oeh, oh my god.
vond ik echt te zoutig. Dat vond ik ook niet lekker. Dus ja. Nee. Square 47 is zeker geen... is niet voor herhaling vatbaar. Ik dacht nog aan het begin. Ik zie de zweek. Oké, okay, misschien ga ik hier terugkomen met daddy en zo. But nee, mijn man al helemaal niet. He will not like that food. Dus is veel te weinig. Dus nee, echt. Ik dacht, is dit het? Ja, sorry hoor. Ik dacht, is dit het? Dus nee. Maar ja, guys. We gaan de vlogje bij eindigen. Ja, yeah, we were just been given days in a life, oké? Okay? Day in a life, a day vlog, oké? Okay? So, daarom ga ik mijn vlogje bij eindigen. Ik zie jullie weer volgende week, dinsdag om 7 uur. Onze secret emoji van deze week. Omdat het 1 december is, wil ik dat we allemaal december schrijven. Schrijf in de comment december. December! Hey! Nee, guys, we made it. We are still and gonna make it. Zo tot 31. But we have entered December. It's such a grace, guys. It's such a grace. Hey! Gewoon genade, man. Genade. En ik ben de Heer echt zeer dankbaar. Dus ik zie jullie volgende week. I'm staying for... Doei!